je normaal alleen in film ziet. Hoe zonde is dat ook gewoon, hè? Helaas, pindakaas. Wow, echt? Ik ben helemaal gaar. Ja, we gaan het verkopen. Oh. Nou, dat gaat niet helemaal goed daarboven. Het ziet er ook lekker verwilderd uit. Sali, zodat we het nieuwe huis kunnen uitroken straks. Het is een toversteen en dan kun je alle prikkels en zo kun je daarmee wegtoveren. En dat is geworden een couscous salade met kipreepjes. The sun is shining vandaag. En je kijkt ook meteen weer naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag vrijdag en Ed en ik zijn lekker vroeg op kantoor. Ramos heeft bij mijn ouders geslapen en we hebben net ook de kindjes daar naartoe gebracht. Want wij hebben een semi-werk, semi-gezellig erop uitdag. Nu zijn we op kantoor. En daar is de grote man van de pakketten. Ah, de inpakker. Ja, de inpakker. Ja, we hebben dus, omdat gisteren was het hemelvaartsdag, hebben we niks op de post kunnen doen. Dus we hebben nu echt een shitload aan pakketten hier. Die gaan we eventjes zo meteen zorgen dat die op de post gaan. En vanmiddag gaan wij op pad. Maar dat ga ik je zo meteen laten zien. Let's go. Ik heb trouwens alweer helemaal lekker 3 keer gesport na de vakantie. We zijn nu een paar dagen terug. Dat is fijn. Ik ben weer helemaal blij. Helemaal in mijn ritme. Even thuis voor een pitstopje. We gaan lekker eten. Hele ochtend heel hard gewerkt om op tijd klaar te zijn. En het is nu 12:30. En we lopen helemaal goed op schema. Net thuis. Ik heb lekker een lunch gemaakt voor Ed en mij. Laatste dingetje nog even wegwerken. En dan kunnen we straks eindelijk voor een nieuwe bank gaan kijken. Maar eerst lekker lunchen. 2 boterhammetjes, geroosterd, pikante hummus, spinazie, beetje kaas en een beetje tomaat. Met een lekker kopje gemberthee en een sinaasappeltje. Oh my god, ik ben even 10 minuten op de bank gaan liggen na het eten. En nu kan ik gewoon niet meer opstaan. Echt, het liefst zou ik hier de hele middag blijven liggen. Alleen, mijn ouders die zijn nu aan het oppassen op de kindjes. Zodat wij lekker naar een nieuwe bank kunnen gaan kijken. Dus het zou niet heel chill zijn als ik dan nu de hele dag op de bank zou blijven liggen. Want we gaan hier afscheid van nemen. En dat vind ik zo erg. Want als er iets zou zijn geweest wat ik echt niet kwijt had gewild. En het allerliefst nog heel lang zou hebben. Dan zou het dus onze allermeest chille bank van de wereld zijn. Alleen hij past niet in ons nieuwe huis. Zo jammer. Maar het is, we hebben gewoon zometeen niet de woonkamer voor deze bank. Omdat die... Oké, ik ga opstaan. Dan kan ik het meteen laten zien. Wacht. Omdat hij dus echt heel erg groot is. En aan beide kanten zo'n uitsteekding heeft. En we kunnen er ook niks tussen uithalen. Want als we dit stukje weg zouden halen, dan krijg je een hele rare vorm van de bank. Dus de allerfijnste bank ooit, die ik nooit weg had willen doen, die gaat dus niet mee naar ons nieuwe huis. Hoe zonde is dat ook gewoon, hè? Echt. Hij is nog super mooi. Hij ligt lekker. Hij zit lekker. Iedereen die er bij ons maar thuis komt, kan er gewoon tegelijk op zitten. Zo groot is die. Alleen ja, we hebben gewoon dadelijk niet die huiskamer waar die mooi in past. Dus we gaan wat anders uitzoeken. Ja, ja, helaas. Pindakaas. Oh, echt? Ik ben helemaal gaar. Ik ga nu even lekker koffie maken. Ik heb trouwens ook vandaag pas 1 koffie op. Dus die ga ik even inmaken. Mocht je nog een bankje zoeken trouwens. Ja, we gaan hem verkopen. En ik heb geen idee hoe we dat gaan doen. Misschien dat ik hem op Marktplaats moet zetten of zo. Maar mocht jij de allermeest chille bank van Nederland zoeken nog, dan zou ik zeggen, stuur maar even een berichtje hieronder. En misschien lig jij wel binnenkort op de allerlekkerste bank van de hele wereld. En kun je mij een keer uitnodigen samen met Ed om ook een keer, nog een keer later op onze bank te komen chillen. Ben je onze bank aan het verkopen? Ja, ik was net aan het vertellen hoe erg ik het vind dat wij die bank niet mee kunnen nemen. Nee. Het was bijna een reden geweest om gewoon niet te verhuizen door die bank. Dat is normaal. Pas op, hè. Oh, echt.
Die jongen die praat zo onduidelijk af en toe dat ik er gewoon niks van kan verstaan. Lekker bankie? Ja. Ja. Zit wel. Wel leuk, maar het is niet dat ik denk van wauw, mooie bank of zo. Dit vind ik wel leuk, lekker zo'n wollig stofje. Kijk dan. Wat erg, dit zet je toch niet in je huis neer? Doe normaal, het lijkt wel een soort van mislukte moederdagpoging van je kinderen, zeg maar. Zo, wat is dit dan? Dit is toch niet te doen, dit? Is apart inderdaad. Wauw, dit is mooi, hè? Maar ja, daar kun je niet op zitten. Daar kun je echt alleen maar op liggen, maar dit is zo chill. Maar ja, eerlijk, als onze bank niet past, hoe zou deze dan wel gaan passen? Die je normaal alleen in film ziet. Maar, oh, wil jij graag doorzetten? Ja, ik wil hem doorpakken. Ja, wij zijn dus... Chocolademuffins. Oh. Wij zijn dus in echt een hele leuke... winkel geweest. Waar ze banken, allerlei woonaccessoires, tafelstoelen, alles hadden ze daar. Echt heel erg leuk. We hadden een hele chille bank gezien waar je zo helemaal in kan liggen. Alleen het ding is een beetje dat wij zo meteen in de woonkamer een aantal beperkende factoren hebben. Zoals een open haard en heel veel ramen. Waardoor we eigenlijk maar één optie hebben qua indeling van waar onze bank komt te staan. Of eigenlijk twee. We kunnen zeg maar twee banken of één bank doen. Nou, oh, in ieder geval. Zullen we even kopen? We hebben net trouwens lekker koffie gehaald. Zetten ze net hier koffie hier voor de deur? Ja. Met zo'n barista en chocolademuffins. Ja. Maar goed, dus dat hebben we nu... Ik zie ook een worstenbroodje. Heb jij honger? Ja. Ja, ik hoor het. Ik zie allemaal lekkere Het is toch dingen. Spannend wat wij vanavond gaan eten. Maar goed, in ieder geval... we moeten dus even gaan nadenken. Alleen, levertijden zijn overal zo lang. 18 weken worden. 18 weken. Is september pas. Dat betekent gewoon dat wij gewoon 3 maanden op hoe noem je dat? Plastic stoel moeten... Of we moeten gewoon toch de bank mee terugnemen. Koffie heet. En nu gaan wij eens even kijken wat wij lekker gaan eten vanavond. We hebben inspiratie opgedaan voor de bank, maar we weten het nog niet. Volgens mij zei ik dat trouwens net ook al. Ik ben niet meer gewend, al die prikkels. Nee? Zo'n spullen zien we helemaal van... Helemaal van je apropootje. Helemaal van je apropos. Ja. Ik hoop dat we iets lekkers gaan eten. Ook. Iets vrijdagmaaltijd. We shall see. Kijk eens wat lekker. Worteltjes, aardappeltjes, salades en nog een vleesje. Nou. Good morning. Het is vandaag zaterdag. En ik ben hier mijn hele stellage met handdoeken die is weg. Dus ik kan jullie nergens meer opzetten tijdens het make-up. Of tenminste niet echt. Terwijl ik het eerst wel deed. En vond ik altijd heel gezellig. In ieder geval, het is dus vandaag zaterdag. Wij hebben gezellig Ruben die dit weekend bij ons is. Dus dat is helemaal leuk. Gisteravond lekker op de bank gezeten. Vrij laat naar bed, 11:30. En de eerste was om 6:15 alweer wakker. Dus, klein beetje gaar nu. Maar goed, het maakt niet veel uit, want ik heb dus niet zo heel veel te doen vandaag. En ondanks dat heb ik dus inmiddels echt een soort van onrust of zo. Omdat wij, omdat ik voor mijn gevoel dus dingen moet doen voor dat huis. En dat is heel irritant, want we kunnen nog niks. Eigenlijk. Maar voor mijn gevoel, ja, kan ik niet nu helemaal niks doen. Terwijl het straks dan heel druk gaat worden. Zo is ook kak te veel. Dan een beetje meer. Hè. Maar goed, dat is een beetje hoe het ervoor staat. We hebben dus helemaal verder geen plannen behalve dat Ruben hier is. En dat is eigenlijk best wel chill. We gaan eens kijken wat het weekend ons gaat brengen. We gaan even samen een zakje zoeken. Hè? We gaan de kast opruimen. Ja. Ik ga de kast opruimen. Maar ik heb geen zakjes meer. Oh, kinderen ruiken altijd zo lekker als je eigen kinderen ruiken. K3. Leuk hè? Ze zijn helemaal fan van K3. Oh, hij is niet scherp. Ze zijn helemaal fan van K3 hè? Doe maar laten zien. Kijk. Die hebben ze voor de verjaardag gekregen. Doekjes van K3. Ze is zo schattig. Boven, hè? Oh. Nou, dat gaat niet helemaal goed daarboven. Ik zie er ook lekker verwilderd uit. Maar ik ben dus even bezig boven met de... De commode van de meiden. Om die even op te ruimen.
omdat het best wel een beetje troep is en allemaal nog dingen in liggen die gewoon vanaf de geboorte zeg maar zijn. Hier gewoon de luiertjes. Hier heb ik dan een bakje met haarspullen. Hier heb ik billencrème en dat soort dingetjes allemaal. Sokken, spaarpotjes en deze. Ja, die oplader is kapot, dus we gebruiken hem nu niet. Eigenlijk heel irritant. Moet ik even fixen. Dus dat is deze lader. Dan heb ik hier allemaal jootjes en die passen allemaal. Dit zijn pyjama's en broeken, maar daar moet ik nog even een splitsing in maken. En dat moet dan zometeen hierin. Die lader kan gewoon bijna niet open, maar die zit dus helemaal vol met heel veel hydrofiele doeken. En ja, ze zijn twee, dus ik gebruik dat gewoon bijna niet meer. Dus dat ga ik even halveren, denk ik. Zo. Kijk, ja, dat is een tasje. Die heb je voor je verjaardag gekregen, hè? Mama. Wil jij die hebben? Ja, ik krijg trouwens wel eens de vraag waar die doekjes van de meiden vandaan komen voor om die tut. Want het zijn gewoon van die babydoekjes van de zeeman. Wat is het, Charlie? Mag niet, hè? Alleen een bedje, hè? Zo, dit noem ik nou nog eens netjes. Kijk, deze heb ik hier gezet. Tasje. En hier alle spulletjes die we nog wel gebruiken. En hier wat doeken die ik niet wil weggooien. Dus nu is het weer helemaal netjes. Goed, hè? Helemaal blij mee. Kijk, dat is alweer één ding lekker gedaan. Ter voorbereiding. Ramos en ik zijn even gezellig samen op pad geweest. En we zijn naar een heel leuk winkeltje geweest hier in Kaatsheuvel. Dus mocht je in de buurt wonen. Het Zweverige Winkeltje heet het. En we hebben daar een aantal dingen gekocht. Zoals bijvoorbeeld Sali. Zodat we het nieuwe huis kunnen uitroken straks. Ik heb het nog nooit gebruikt. Maar ik had het aangeraden gekregen van een dame die ik al heel lang ken. En laatst was ik bij haar geweest voor een spirituele reading. En ik kreeg trouwens heel vaak de vraag wie dat dan is. Alleen, ja, zij werkt niet op die manier, zeg maar. Dus ik ga haar niet online delen. En het is gewoon iemand die ik persoonlijk ken. Heel even wachten, Ramos. Zij had in ieder geval verteld van je kan het huis best even uitroken. Zodat alle energieën, zeg maar, weg zijn. En je dan helemaal je eigen input, zeg maar, in kan leggen. Dus die heb ik gekocht. Ik heb ook een steen gekocht voor tussen mijn laptop en mezelf als ik aan het werk ben. En ik heb een hele mooie steen, een toversteen, voor Ramos gekocht. Eén voor om zijn nek, een kettingje, die laat ik zo wel zien. En nog eentje voor bij zijn bed. Het is een toversteen en dan kun je alle prikkels en zo kun je daarmee wegtoveren. Dus helemaal leuk. We zijn even bij mijn ouders geweest en nu gaan wij weer naar huis. Ik denk dat Ruben zo meteen weg is. En ik ga even eten maken, want ik heb heel veel trek gekregen. En wat gaan we eten? Ja, dat weet ik niet precies wat we gaan eten. Ik heb wel zin in lekker. Waar heb jij zin in? Pizza. Pizza? Ja, die heb ik wel weer niet. Het is uiteindelijk toch lekker een rijst met avocado boontjes en wat roerbakgroenten. Een beetje hummus en zo meteen een vleesje geworden. Want na een hele vakantie achter de rug dachten wij, we kunnen prima op zaterdag ook lekker gezond eten. Good morning. We zijn lekker een boswandeling aan het maken. Ze geven vandaag alweer de hele dag regen aan. Behalve deze ochtend vroeg. Dus we dachten, we gaan lekker ontbijten. Kindjes waren om 6:15 alweer wakker. Dat is het nieuwe ritme ineens. Geen idee waarom. Maar toen dachten wij na het ontbijt, weet je wat we doen? We gaan lekker meteen aankleden, de auto in en naar het bos om even te wandelen. Dus dat zijn we nu aan het doen. Het is hier helemaal stil, er is helemaal niemand, het regent niet. Het is wel een beetje koud, maar goed, dat mag de pret niet drukken. Maar het is toch geen zomer, jongens. Snapt aan al het lawaai.
En nu op kantoor, want even kijken, deze dicht. Oh, er zit zelfs een blaadje tussen. En ik ben nu op kantoor en ga lekker sporten. Ik heb 2 nieuwe workouts bij New Fit Mama, die denk ik super, super tof zijn. Een 15 minutes core workout en een 10 minutes cardio hit workout. En die zijn nu klaar. Helemaal geëdit. De muziek staat eronder. Dus nu is het even aan mij om ze te testen. En dan kunnen ze online in onze app. Ik zal even een linkje hieronder zetten. Als je het leuk vindt om een maandje bij ons te komen. Om even te proberen hoe wij werken en wat we allemaal doen. Dan kan dat dus al lekker voor een maandje. Het fitplan zal ik in het linkje erbij zetten. En dan kun je dus ook dit soort leuke workouts meedoen. Maar ook bijvoorbeeld onze live trainingen. Die geven wij 4 per week. En die zijn heel erg motiverend. En als je dus net bent bevallen, is dat iets too much. Maar daarvoor hebben we andere workouts. En die zijn ja, echt voor net na bevalling vanaf minimaal 6 weken. Net even een koffietje op met een cracker met pindakaas. Weer goede energie. Ik heb mijn horloge om, matje pakken, nog even naar de wc, even plassen voordat ik ga sporten, dat doe ik altijd. Vooral als ik een cardio training doe met waar veel springen in zit. En dan kan ik van start. Ik ben weer thuis en ik heb even boodschappen gedaan nadat ik klaar was met sporten. Omdat wij zin hadden in een lekkere lunch. En dat is geworden een couscous salade met kipreepjes, verse koriander, verse mango. Kijk, er gaan alweer handjes in. Kidneybonen. Even zien, wat zit er nog meer in? Paprika. En komkommer. En dat was het denk ik, hè, Mop? Mango had je ook niet? Mango, ja. En we hebben lekker een stokbroodje erbij. Limoen. Oh ja, limoen zit erin. Oh, lekker. Charlie en ik zijn even van het uitzicht aan het genieten. Oh, ik heb namelijk mijn kast opgeruimd vanmiddag. Goed, hè? Die is opgeruimd. Dit is allemaal netjes. Sportbroeken. Netjes, netjes. Dikke truien heb ik helemaal daarboven in achterin. Dit zijn dunnere truien. Oké, dit stukje ben ik dan nog niet aan toegekomen. Broekjes. Goed, hè? Ja, dus. Dus, netjes. Dan kunnen we lekker gaan eten. Eten. Ja, eten. Doe maar dicht, kastje. Charlie wordt morgen weer geknipt, haartjes en meid. Ja. Zo. Ed zit hier te vertellen dat hij een pastinaaksoep heeft gemaakt. Ja. Regel 1. Vertel nooit de naam van het gerecht aan kinderen van 4 jaar. Voor deze 2 maakt dat natuurlijk helemaal niks uit. Maar het is een pastinaaksoepje. Ja. Ik ga dus even dat en dat eten, want dat is gezonder. Komkommer. Ja, ja. Lekker zeker? Ja. Mama, papa. Ja? Oh. Kun je nog een beetje? Ja. Oh, zie je op? Ah ja, die Ed, die heeft gewoon 2 gangen gekookt voor vanavond. Dit is de open schotel à la Eddie. En daar zit in zoete aardappel, olijven, potato, komkommer, feta kaas. Tik, tik, tik. Vleesje, vleesje. Ja, dit is vega kip stukjes. Met zelfgemaakte gyroskruiden. Met zelfgemaakte gyroskruiden. Wil je het recept weten? Dan moet je even zoeken. Ja. Nee. Rode ui en slaai. Dus. Alsjeblieft, jongen, voor jou. Mijn ogen zijn heet. Nou, dit is toch heerlijk. En geloof het of niet, het is alweer het einde van de weekvlog. Het is maandag, ik ben aan het werk. Het is eigenlijk alweer lunchtijd. Ik heb de helft van mijn lunch op en ik dacht, oeh, de beelden moeten weg. Maar nog niet afgesloten. Dus bij deze, dank je voor het kijken weer naar deze weekvlog. En ik zie jullie volgende week weer. Doei!